En welke pasta is het? Gewone pasta. Klasje K3C van juffrouw Kim. Hier zitten 23 kleuters van de kleine kunstenaar uit Houthalen. Geen gewoon klaslokaal, maar een containerklas met alles erop en eraan. Ik vind de klas mooi en ik kan hier goed spelen. Ik wil met de vriendinnetjes spelen en met de vrienden. Zo, met een bloempje van boven. Een dotje, ja. Voor ons zijn de containerklassen heel belangrijk, omdat wij gewoon een tekort hebben aan lokalen. En als wij minder lokalen hebben, dan zijn de klasgroepen groter, waardoor dat we geen kwaliteitsvol onderwijs meer kunnen bieden. Heb je de schatkist gevonden? De containerklassen maken deel uit van het gemeentelijk masterplan onderwijs. Dat wil alle kleuters en leerlingen de kans geven om in Houthalen-Helchteren naar school te gaan. Nieuwe scholen bouwen kost heel veel geld. We zijn in overleg altijd met het ministerie van Onderwijs om de planning van investeringen die heel lang duren op voorhand goed af te spreken. Daarom maken we gebruik van heel mooie ingerichte modulaire klassen, wij noemen dat containerklassen, waar kinderen in afwachting van duidelijkheid rond investeringen tijdelijk goed worden opgevangen. Wat verderop in basisschool De Lakerberg. Hier zijn de containerklassen ondertussen vervangen door 4 nieuwe klassen. Belangrijk is dat we nu in ruime klassen zitten, nieuwbouw. Heel veel technologische snufjes zoals de smartborden, die zowel bij de leerkrachten als bij de kinderen in de smaak vallen. Lauren? Heel goed. Ik ga het echt leuk vinden, de nieuwe klas met bord en ja, ik kan veel bijleren ook. Ik ben trots dat we kunnen investeren en blijven investeren in kwaliteitsvol onderwijs. In mooie lokalen die voldoende educatief zijn ingericht en waar kinderen zich prettig en goed voelen om een ganse dag te verblijven.